ziekenhuis heeft problemen met haar gebitsprothese. Wij volgen haar. We volgen het proces van, van de oude prothese naar de nieuwe prothese bij Isseldent. Goedemorgen, John Koots. U mag gaan zitten. Bij inspectie van de mond blijkt dat de gebitsprothese makkelijk loskomt en het eten gaat moeizaam. Ook vindt mevrouw dat haar mond gaat invallen. Zij komt hiervoor bij de tandprotheticus. Een tandprotheticus is een specialist in het aanmeten en vervaardigen van tand- en gebitsprotheses. Hij heeft hiervoor zowel een tandtechnische als een paramedische opleiding gevolgd. Er worden nu afdrukken gemaakt van de kaakwallen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een standaard afdruklepel met alginaat. En dit is een uit zeewier gemaakt poeder dat zich verbindt met water tot een stevige massa. Afdruk waar we de precisie lepel genomen. Aan een tand- en gebitsprothese werkt bij Isseldent Tandtechniek een heel team specialisten. Er wordt gips aangemaakt door water met gipspoeder te mengen. De genomen afdrukken worden uitgegoten in gips. Om luchtbellen te voorkomen gebeurt dit op een trilplaat. Onder de afdruk komt een voetje. Na uitharding worden de lepels verwijderd en wordt het model geslepen. Zo ontstaat het werkmodel. Op deze werkmodellen worden precisielepels gemaakt die exact passen en alleen voor deze mevrouw bestemd zijn. De lepel wordt door licht uitgehard en daarna uitgewerkt. Met de individuele lepels worden bij mevrouw precisieafdrukken gemaakt. Nadat deze precisieafdrukken zijn uitgegoten, worden hierop twee beetplaten gemaakt. Deze beetplaten worden gebruikt om de plaats te bepalen waar de tanden en kiezen moeten komen. Bij de beetbepaling wordt de relatie van de bovenkaak ten opzichte van de onderkaak vastgelegd. In overleg met mevrouw worden de tanden en kiezer uitgekozen. Hierbij wordt gelet op de kleur, vorm, grootte en de stand van de gebitselementen. Deze beetbepaling wordt in een articulator geplaatst waarmee de mondbewegingen kunnen worden nagebootst. De uitgezochte tanden en kiezen worden in was opgesteld. Bij het opstellen wordt opgelet dat de tanden bij voorwaartse en zijwaartse bewegingen soepel over elkaar gaan. Als de tanden en kiezen opgesteld zijn, wordt het tandvlees gemodelleerd. De pasprothese wordt in de mond geplaatst en gepast. Hierbij wordt erop gelet dat de lippen voldoende ondersteund worden en dat er niet te veel of te weinig tand zichtbaar is. Voorts wordt er gecontroleerd of de kiezen goed op elkaar komen. Als de prothese aan de verwachtingen voldoet, wordt de wasprothese omgezet in kunsthars. Daartoe wordt de wasprothese in een cuvette in het gips gegoten. Na uitharding wordt de was door verwarming verwijderd. De ruimte die ontstaan is door de verwijdering van de was wordt opgevuld met kunsthars. Met behulp van een pers wordt de kunsthars onder druk van 3 atmosfeer in de cuvette geperst. De kunsthars-prothese wordt gedurende 8 uur in water van 90 graden uitgehard. Dit wordt polymeriseren genoemd.
Na uitharding wordt de prothese uit de cuvette gehaald en het gips verwijderd. Daarna wordt de prothese geslepen en glad gepolijst. Mevrouw Nieuwenhuizen heeft nu haar nieuwe gebitsprothese en kan met een glimlach naar huis.